Mijn naam is Bert Sterk. Ik werk met glas en mijn oorsprong vanuit mijn werkzame leven is met glas. Ik heb op de glasfabriek in Leerdam gewerkt. Ik heb daar met name techniek gedaan. En ik kwam op een gegeven moment kwam ik thuis. Door omstandigheden, door mijn gezondheid. En ik denk, ja, hoe ga ik nu verder? Hè? Dus ik ben gaan tekenen, gaan schilderen, gaan boetseren, beeldhouden, noem maar op. En ik wilde daar wat meer van weten, wat meer diepgang in krijgen. En ik ben op zoek gegaan naar een passende academie voor mij. En die heb ik gevonden in Antwerpen, een glaskunstacademie. En ik denk, dat is het. Daar moet ik zijn. Daar kan ik mij in. Het geleerde van het boetseren, het werken met kleuren, toepassen in glas. En ik heb me daar direct diezelfde dag nog ingeschreven. En ik heb zo'n jaar of 5 heb ik over de opleiding gedaan. En daarna heb ik een specialisatiegraad gevolgd. Glas gieten in mallen of in zand. En dat, ja, dat paste beter bij mij. Het glas is op zich een harde materie. Het is een weerbarstige materie. Het is met name het gladde. Daar kon ik in het begin niet zoveel mee. Totdat ik het gieten ontdekte. En het gieten dat heeft een bepaalde huid. Het heeft een bepaalde matheid. Soms een ondoorzichtigheid wat alleen het licht doorlaat, maar niet de transparantie heeft. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En ik maak dan ook, ik maak portretten vaak, soms beelden, soms abstract. Maar de achtergrond is altijd dat ik geraakt moet zijn door iets. Door de mens, door de omstandigheden waarin de mens soms moet leven. Neem vluchtelingen. Vluchtelingen hebben huis en haard achter zich moeten laten. En zijn hier naartoe gevlucht. En ja, hoe verbeeld je dat? Hoe kan ik dat weergeven? Wat er in die mensen omgaat. En hoe de mensen hier op dat strand uiteindelijk terechtkomen. Ik heb geprobeerd om daar een beeldengroep van te maken. Van zo'n 20, 25 beelden. En ik heb daar verschillende soorten glas voor gebruikt. Omdat ik vind dat de mensen allemaal verschillend zijn. En toch lijken ze allemaal wat op elkaar. Waardoor de niet af te werken, het ruw te laten. Maar ook door de diverse kleuren van glas geef ik weer de verschillende soorten mensen die daar achter zitten, die uiteindelijk hier of elders op het strand terechtkomen. Het kan ook zijn wat er in de mensen speelt, de gedachten. Hoe denken mensen over iets? Wat speelt er in hun gedachten? Dat is iets wat mij bezighoudt. En wat ik probeer te verbeelden in glas. Wat gebeurt er in dat hoofd? Soms maak ik een portret met een portret daarin. He, dat speelt in je achterhoofd, speelt een persoon soms een hele grote rol. Soms is het ook de buitenkant die het uitdrukt. Het is een gelaagdheid, het is een bepaalde krakelee van
van glas, een huid noem ik dat. En die huid, dat geeft de doorleefdheid, de diepte van een persoon, geeft dat weer. En het is juist die doorleefdheid, die diepte, wat het beeld maakt. Het is niet, het hoeft niet te gelijken, het hoeft geen mooi plaatje te zijn voor mij. Het moet een beeld, weergave zijn van een persoon. Niet de gelijkenis, het maakt niet uit of dat die neus of die mond goed is. Wat uitmaken is wat de indruk wat die mens, wat die persoon op mij heeft achtergelaten. Dat is voor mij van belang. En dat wil ik weergeven. Als ik dat eruit kan halen, als ik de mensen even stil kan laten staan en kan laten denken van wat bedoelt hij nou uiteindelijk? En waar sta ik nu naar te kijken? Wat is dit nu precies? Dat zoeken, dat die verwondering, dan heb ik eigenlijk mijn doel al bereikt. Dan denk ik van ja, daar doe ik het voor.